Dan gaan we even verder. Een maand of wat geleden hebben we al een grote sessie georganiseerd, samen met Bodembreed Symposium Expertise Centrum, over PFAS en dan met name de ontwikkelingen in het handelingskader en zo. Ik ben Hans Lenders. Ik zit hier namens het Expertise Centrum en ben werkzaam bij Arcadis. Als ik verder ga en dan kijk ik naar het programma van deze sessie, is na mijn introductie, en ik zal direct nog even wat polls doen om de geest een beetje rijp te maken van waar hebben we het over, neemt Tessa Pankras het over en die gaat wat vertellen over het onderzoek wat net is afgerond naar PFAS in consumentenproducten en afvalstromen. Erg interessant, dan zien we waar in allerlei producten die we allemaal gebruiken, waar PFAS in aantreffen. Daarna pakt Martijn van Hout het over van Witteveen en Bos. En die gaat het hebben over de vier van EFSA, de PFAS, in onze Nederlandse rivieren, het oppervlaktewater. Ook daar zijn toch zeker wat interessante wetenswaardigheden te halen. En wat doen we daar nou aan? En als laatste komt Arjen Winters van het RIVM aan bod. En daar zijn we allemaal benieuwd naar, wat zijn nou de achtergrondconcentraties van PFAS in het grondwater? We weten dat we achtergrondconcentraties hebben in de bodem, maar hoe zit het nou met de PFAS in het grondwater? Nou, ze zullen telkens ongeveer 20 minuten presenteren en hebben een minuutje 5 per spreker voor het beantwoorden van de vragen die ik hoop terug te zien in de chat. Ga niet allemaal in één keer los, kijk even of een vraag al gesteld is, zodat we ook heel gericht de belangrijkste vragen kunnen beantwoorden die er zijn. Aan het einde hoop ik nog een minuutje 5 over te houden voor wat laatste vragen en even af te sluiten. Rest me nog op te melden dat na deze sessie is er weer een sessie van PFAS. Die zal Arjen zelf voorzitten. Daar wordt ook ingegaan nog weer wat aspecten van PFAS. En is, wat ik al zei, om de geest een beetje warm te maken nu, wil ik jullie eerst even een stukje referentie geven wat PFAS om ons heen en dan niet zozeer in bodem en water. En dan moet ik even een poll gaan openen. En dan begin ik even met de eerste poll. En dan kunnen jullie gaan antwoorden. Als het goed is, is de poll nu in beeld. Even kijken. Ik moet wel even hier iets wegklikken, zie ik. Ja, daar is die. Ik hoop dat iedereen hem kan zien. En de vraag is, wat is de nieuwe drinkwaterrichtlijn die pas onlangs gepubliceerd is door het RIVM? In PFOA-equivalenten. Je mag voor mij pas ook dat daar PFAS voor bedenken. Maar wat is die drinkwaterrichtwaarde? Is dat 0,003, 0,65, 4,4, 20 op 390? Ik zie de vraag al binnenstromen. Ik kijk even naar het totaal aantal deelnemers en hoeveel het antwoord ik heb. En let wel, het is allemaal in nanogrammen per liter. Hè? Dus, en nog een keer toegelicht, die PEC, dat zijn PFOA-equivalenten, dus gewoon nanogram per liter PFOA bij wijze van spreken. Ik zal even kijken of ik hem in beeld kan krijgen. Share results. Als het goed is kunnen jullie nu de resultaten zien. En toch verbazen me dat inderdaad een aantal mensen een mooie gelijkelijke verdeling over de bovenste drie. Het goede antwoord is het middelste, 4,4 nanogram per liter. Martijn van Houten zal in zijn presentatie nog toelichten hoe die is afgeleid. En even die andere twee bovenste waarden, die 0,65 nanogram per liter is natuurlijk de jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm voor PFOS in het oppervlaktewater. En die waarde die erboven staat, zou die waarde zijn als we daar de meest recente TDI, of toelaatbare dagelijkse inname, voor gaan hanteren. Met andere woorden, als we dat zouden aanpassen, die milieugemiddelde kwaliteitsnorm aan het EFSA-advies, dan zou die nog extreem veel lager worden. Dat even als perspectief. Ik denk interessant om dit te zien. Die 4,4 nanogram per liter is natuurlijk al erg streng. Dan wil ik eigenlijk even doorgaan naar de volgende poll. Het is een beetje clean zo op afstand natuurlijk. Ik hoor niemand wat roepen. Ik ga even door naar de volgende poll. Als je dat dan bedenkt, die 4,4 nanogram per liter, wat denken jullie dan dat een doorsnee Europeaan zo ongeveer in zijn bloed heeft voor een PFOA-gehalte? Of een PFAS totaalgehalte. Ik zie een vraag van Britta. Hoe kan ik meten? Als het goed is, zit in beeld en kun je gewoon klikken op de getallen die je in beeld hebt. Want ik zie overal antwoorden binnenkomen. Ik zie een heleboel antwoorden.
Ik zal de resultaten even gaan delen. Ah, dit is een leuke hoor, dit. Ik vind het erg leuk. Kijk, je ziet een goede spreiding. Nog niet zo lang geleden heeft iemand in Nederland van een bedrijf zijn bloed ook laten testen. En die had alleen al 5000, 6000 nanogram per liter PFOS in zijn bloed. De gemiddelde Europeaan heeft 20.000 nanogram PFAS totaal in zijn bloed. En we weten uit onderzoek bij Dordrecht bijvoorbeeld van het RIVM, daar is die bovenste waarde een beetje op gebaseerd. We weten al dat de gemiddelde Nederlander of Europeaan 3.500 nanogram per liter PFOA in zijn bloed heeft. Maar er zit natuurlijk veel meer PFAS in bloed dan PFOA. Zo komen we op die 20.000. En ik zie dat met twee mensen dat goed hebben. Met twee mensen realiseren zich dat zo laag is. En realiseer je goed, als je bloedwaardes leest in literatuur, dan wordt het altijd aangegeven nanogrammen per milliliter. Als je dat vertaalt in nanogrammen per liter, dan komen op die hele hoge bedragen uit. Dus het is een leuk feitje als je gaat bedenken wat we straks gaan hebben. Wat zit er allemaal in een consumentenproduct en zo? En wat zit er ook bijvoorbeeld in ons drinkwater en in de grote rivieren? Dus bijvoorbeeld het praatje van Martijn, ga je dat straks horen. Nou, dan heb ik nog een laatste. Dat was een publicatie van, volgens mij vorige week, nog een heel recente. Amerikaans onderzoek. Als je nou kijkt naar alles wat er in ons bloed zit en als je nou kijkt wat er inderdaad de norm is voor ons drinkwater. Wat denken we dat er uit het Amerikaanse onderzoek kwam? Volgens mij 102.000 moeders wat er in moedermelk zit. Ja, ik zie dat iedereen en de resultaten dat iedereen nu geschrokken is van die vorige en nu aan de hoge kant gaat zitten. Goed, het goede antwoord is 120 nanogram per liter. Om precies te zijn, de mediaan van de metingen ligt op 121 nanogram per liter in moedermelk. En die 52 en die 850 zijn de minimale en de maximale waarden die Amerikaanse onderzoekers hebben teruggevonden. Die 12 heb ik er zelf bij verzonnen. Maar het is goed om je hoofd te houden. Hè? Dus de drinkwaternorm, pak een beet, we zitten factor 30 met moedermelk boven de drinkwaterrichtwaarde. Dus dat is even goed om in het achterhoofd te houden. Dus we hebben gewoon echt een probleem met PFAS. Want deze is inderdaad dus die immuuntoxiciteit. Martijn zal er ook nog iets over vertellen volgens mij hoe dat gaat. Dus het is wel relevant. Goed. Dan ga ik nou weer terug naar de sprekers van vandaag. En dan kunnen we eigenlijk verder met de eerste bijdrage. Die is van Tessa. Tessa heeft voor het ministerie van de INW pas dat project afgerond, als ik me niet vergis. Ik heb er zelf ook een klein beetje aan bijgedragen. Ik vond de resultaten erg interessant. Tessa, take the floor, zou ik willen zeggen. Ja, doe mijn best. Even kijken hoor, een momentje. Ik zie dat ik even op mijn eigen scherm even naar het beginscherm moet gaan. Zo. Tessa heeft haar animaties erin zetten, vandaar dat ze haar eigen scherm wil delen. Ja. En daar gaat hij. Succes, Tessa. Ja, dank u wel. Ik ga dus wat presteren over de aanwezigheid van PFAS in consumentenproducten en ook een aantal afvalstromen. We hebben daarvoor een onderzoek uitgevoerd voor het ministerie van INW om juist te zoeken naar wat weten we nu eigenlijk nog niet. Ja, we weten natuurlijk best wel veel over de aanwezigheid van PFOS en PFOA op verschillende plekken. Maar we weten eigenlijk ook dat PFAS in heel veel producten gebruikt worden. Maar er geen idee in welke mate en hoeveel dat nu is. En of dat nog bijvoorbeeld de oudere PFAS zijn, zoals de PFOS en de PFOA. Of dat die vervangen zijn door nieuwe varianten. Dus daar hebben we een onderzoek voor uitgevoerd. Met als doel juist hier inzicht in te krijgen. Dus om inzicht in te krijgen in de aanwezigheid van de PFAS in producten. In productieprocessen, recyclingprocessen en ook afval. En daarmee te kijken van wat zijn nu significante blootstellingsroutes naar het milieu. En ook richting, er staat mensen ook bij, maar het gaat vooral eigenlijk richting het milieu en waar wordt het gebruikt. Het belangrijkste doel was juist van we zoeken naar wat weten we nog niet.
En dat onderzoek hebben we uitgevoerd door een uitgebreide literatuurstudie. En daarna hebben we 129 producten verzameld en geanalyseerd. En dat zal ik in deze presentatie delen, de resultaten daarvan. Nou, de achtergrond daarvan, wat ik net eigenlijk al zei, is van dat we gewoon weten dat in een aantal toepassingen PFAS worden gebruikt. Zoals van de productielocaties, brandblusschuim, ook vergroming. Daarvan weten we gewoon dat echt die PFAS als product is gebruikt en op verschillende manieren in het milieu terechtgekomen kan zijn. Maar goed, dan heb je nog een heleboel verschillende consumentenproducten. Waarvan we wel weten dat ze gebruikt kunnen zijn, maar eigenlijk niet echt weten van ja, wordt dat nog steeds zo gebruikt? En waar zit het nou wel in en waar zit het nou niet in? En dan gaat het bijvoorbeeld om de verschillende olie- en waterafstotende coatings, kleurstoffen, polijstmiddelen, lijm, fastfoodverpakkingen, schoonmaakmiddelen, cosmetica, al dat soort dingen. We hebben in ons onderzoek ons vooral gericht op hetgene wat weten we niet. En we hebben daarnaast ook de informatie van andere onderzoeken neergezet. Zoals van brandblusschuim weten we bijvoorbeeld al duidelijk dat het erin zit. Ook van de fastfoodverpakkingen, die hebben wij in ons onderzoek niet bemonsterd. Omdat daar al een ander onderzoek van de NVWA naar werd gedaan. En zo is er ook een onderzoek geweest van Rijkswaterstaat naar de effect van of de aanwezigheid van PFAS in lozingen. En die informatie die hebben we allemaal gecombineerd en op basis daarvan onze monsterselectie gedaan. Nou, hoe hebben we dat aangepakt? We zijn 1,5 jaar geleden gestart. We hebben vooral een aantal wetenschappelijke artikelen doorgespit en ook de handboeken, dus juist de oude handboeken van waar worden de PFAS allemaal voor gebruikt. In het achterhoofd de gedachte van ja, waar vroeger bijvoorbeeld PFAS voor werd gebruikt, daar is de kans groot, hoeft niet per se zo te zijn, maar de kans is groot dat er nu andere PFAS voor worden gebruikt. En zo ook met de informatie van de fluorproducerende industrie. Werden er heel wat branches aangegeven waar het mogelijk in aanwezig zou kunnen zijn. En we hebben een aantal interviews met wetenschappers gedaan. Binnen en buitenland die allemaal met PFAS bezig zijn. Nou, dat heeft geresulteerd in een hele lange lijst. En hiervan op deze sheet zien jullie een heel klein stukje. Want het was een lijst van 85 mogelijke toepassingen wat in 24 categorieën zat. Wat ik net zei, de brandblusschuim en de vergroming hebben we daarbij niet onderzocht. Maar juist de focus op de consumentenproducten gehad, waarvan we dachten, ja, daar zouden wel eens PFAS in kunnen zitten. We hebben er ook wel bewust op gestuurd om 3 à 4 monsters per soort product te nemen. Zodat je toch nog wat kunt zeggen over de verschillende branches en de verschillende toepassingen. Als je maar 1 monster neemt, ja, 1 monster is geen monster, dan weet je eigenlijk nog niks. Dus we hebben dat geprobeerd te groeperen. Maar dan nog, als je voor 1 branche bijvoorbeeld 3 à 4 monsters hebt, ja, wil je echt weten van hoe het precies in elkaar zit, dan moet je toch wel even verder zoeken. Dus dit is meer als een indicatie in welke branches zouden we nou verder moeten kijken en welke niet. Nou, we hebben daar dus 129 materialen verzameld. Het waren er in totaal 130, hoor, maar we hebben ook een van de testbuizen hebben we, gecheckt of er geen PFAS als achtergrondconcentratie in zat. En dat is allerlei. Ik heb er hier een aantal uitgepikt, maar ik heb weet ik veel hoeveel foto's. Van allerlei verschillende producten. Op deze foto zie je bijvoorbeeld de bekleding wat rondom drainagebuizen wordt toegepast. Dat bestaat uit gerecycled materiaal, waterafstotende middelen, siliconen bakvormpjes, de pannen. Al dat soort dingen hebben we getest. Even kijken. Op die materialen hebben we een drietrapsanalyse. Oh nee, wacht, sorry hoor, dat is de volgende sheet. Even nog als achtergrond. Het doel is om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de PFAS die aanwezig kunnen zijn. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is dat er duizenden PFAS-verbindingen bestaan. En juist in die nieuwe producten verwacht je eigenlijk dat er al een verschuiving is geweest van de PFAS die inmiddels niet meer toegestaan zijn, zoals PFOS, naar andere PFAS. Dus dat is juist ook die focus van
We willen de hele range willen we proberen te pakken om te kunnen analyseren en te kijken van ja, welke type PFAS worden er op dit moment in de producten gebruikt. Nou, als je dus alleen maar naar een PFAS target analyse kijkt, dan kan je heel veel verschillende PFAS missen. Hè. We hebben natuurlijk een standaard pakket van ongeveer 28 PFAS. Nou, dat klinkt als heel veel, maar dan nog kan je er echt heel veel missen. En dat wil ik even illustreren aan de hand van voorbeeld brandblusschuim. Ja, als je brandblusschuim hebt, dan was dat tot circa 2011 was dat vooral gebaseerd op PFOS. Toen werd PFOS uitgefaseerd en toen werden daar andere type PFAS voor gebruikt. Hè. PFOS kan je prima analyseren. Dat ziet er bijvoorbeeld uit als zo'n molecuul. Zo'n targetanalyse die richt zich op een specifiek molecuul. Dus nou, voor PFAS hartstikke mooi, hebben we een molecuul. Als je dan PFOS uitfaseert, nou, dan kan je overgaan op fluorvrij. Maar het is eigenlijk ook heel makkelijk om te zeggen, ja, PFOS werkt niet. Ik pak ongeveer een vergelijkbare stof met een vergelijkbare werking. Nou, dan pakken we dus in brandblusschuim, is er in dit geval veel gebruik gemaakt van langketenige of kortketenige fluortelomeren. En daar is een verschuiving in geweest. Hè? Dus er is van PFOS naar de langketenige, nu steeds meer kortketenige. En dan heb je bijvoorbeeld een 6,2-FTS, dat is ook een bepaald molecuul. Dat is heel mooi. Deze kunnen we ook prima analyseren. Dus dat is goed te doen. Hè? Die zitten in het pakket van die 28 à 30 standaard PFOS. Daar kunnen we goed op analyseren. Alleen, wat blijkt nu bijvoorbeeld bij brandblusschuim, is dat je dus naast deze verbindingen een tigtal verbindingen hebt. Hier zijn er 20 aangegeven. Dat zijn 20 productgroepen. Die allemaal nog eens een keer binnen dat specifieke molecuul kunnen verschillen van lengte. Dus dit zijn honderden producten die daarin zouden kunnen zitten. En je wilt eigenlijk wel graag weten, ja, zit zoiets er nou in of niet? Maar dat ga je dus niet redden met een PFAS target analyse. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een drietrapse analysestrategie uitgevoerd. En dat kan je eigenlijk visualiseren zoals in de figuur aan de rechterkant. Hè, wat kun je nou doen met die gefluoreerde verbindingen? Je kan dus kijken naar hoeveel fluoride zit er in totaal in. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld ook de vrije fluoride, hè, zoals bijvoorbeeld wat ook in tandpasta zit. Nou, dat hoef je niet te weten. Je kunt ook kijken van, ja, oké, dan de vrije fluoride hoef ik niet te hebben. Dan wil ik wel graag weten wat mijn totaal organisch fluoride is. Ja, dat kan ook, maar dan neem je bijvoorbeeld ook stoffen mee, zoals polymeren, die misschien totaal niet vrijkomen naar het milieu. Dus nou, dan heb je weer een andere stap. Dan kun je ook kijken van, oké, dan ga ik mijn monster extraheren. Dus ik ga kijken welke materialen er vrij kunnen komen van mijn materiaal. En dan ga ik die analyseren. En dan analyseer je dat totaal. Dan weet je nog niet of dat nou ook wel daadwerkelijk PFAS zijn. En dan kun je daar de targetanalyse op doen. Hè. Die staat helemaal onderaan. Dat is natuurlijk een beetje een klein deel van de totale PFAS. En dan heb je daartussenin, kun je ook nog inzicht in krijgen van, ja, zijn het nu eigenlijk verbindingen die af kunnen breken tot de meetbare PFAS. Dus daar heb je dan een verschil in qua analyses. Dus wat wij juist gedaan hebben, is dat wij hebben ons gericht op die extraheerbare organisch fluoride. Zodat we gewoon weten dat we proberen zoveel mogelijk de PFAS die ergens uit vrij kunnen komen te analyseren. En die polymeren, zoals de PTFE, die worden dan dus niet meegenomen. En als je dan op dat monstermateriaal, je extraheert het eigenlijk één keer. Hè. De ene keer doe je er een totaalfluoride analyse op je extract. En de tweede keer doe je een PFAS target analyse. En dan kan je dus, in dit geval hadden wij 42 individuele PFAS die we konden bepalen. En als daar nou een groot verschil tussen zat, dan denk je, ja, oké, dus we hebben een deel PFAS en we hebben een deel organisch fluoride. Mogelijk zit daar nog iets tussen. En daar hebben we dan een topoxidatie voor uitgevoerd, om te kijken of dat oxideerbare precursors zijn, dus die om kunnen zetten, gezet kunnen worden in PFAS, de meetbare PFAS. Dat had ik heel netjes met allemaal rondjes gedaan. Nou goed, volgende sheet. Hier heb ik een voorbeeld daarvan.
We hebben natuurlijk 130 materialen getest. Ze zijn allemaal weergegeven als individuele materialen. Ze zijn niet gemiddeld of wat dan ook. En dat komt omdat we heel veel verschil hebben tussen de individuele stoffen. Dus het is vooral als een indicatie. En als je dan naar die resultaten kijkt, hè, dan heb je links heb je, de extraheerbare organisch fluoride. Alles is uitgedrukt in microgram per kilogram. En dan zie je bijvoorbeeld dat in zo'n windshield treatment, hè, dat was dus een behandeling voor glas, om je water er netjes vanaf te laten parelen. Nou, daar zit dus echt heel veel extraheerbaar organisch fluoride in. Dus dan weet je van, ja, dat zouden PFAS kunnen zijn. Maar goed, dan kijk je naar de PFAS target concentratie, en die zie je dus in het midden. En die heeft al een hele andere schaal. Dan meet je maar, hè, is maar, hè, want het is evengoed circa 300 microgram per kilogram. Dat zijn dan de PFAS die je goed kunt identificeren met die 42 PFAS die wij gemeten hebben. En als je dan bijvoorbeeld kijkt, ja, welk percentage van hetgene wat je hier links hebt gemeten, kan je nou verklaren door hetgene wat je hier in het midden ziet? Ja, dan is dat soms echt heel erg laag, zoals bijvoorbeeld bij die windshield treatment, en die komt straks door de hele presentatie nog naar voren. Zie je eigenlijk niets. Dus van je totaal organisch fluor kan je eigenlijk ruim minder dan 1% kan je verklaren met je PFAS target analyse. En wat je eigenlijk graag wil weten, ja, zitten er dan nog andere stoffen in die misschien uiteindelijk wel nog weer af kunnen breken tot de meetbare PFAS, dus die wel een issue kunnen vormen in het milieu. En dan hebben we bijvoorbeeld hier die Polis 3, dat is eigenlijk ook een hele leuke, die komt straks ook nog een aantal keer naar voren. Daar is de EOF, wat is hier ongeveer, laten we zeggen, 13.000 microgram per kilogram. En die kan volledig eigenlijk verklaard worden door deze balk. Omdat die uiteindelijk komt hij op 100% uit. Er zit tussen de middelste figuur en deze, die kun je niet één op één over elkaar heen leggen. Daar zit nog een vertaling van vrij fluor ten opzichte van het totale molecuulgewicht in. Maar dat blijkt dus dat bij deze, bij die Polis 3, kan je hem gewoon volledig verklaren door je PFAS target analyse. Nou, dat is het enige monster geweest waarin we dat hebben gevonden. En daar zaten... Want waren het 6-2 PAPs en 6-2 DIPAP verbindingen in. Dus dat zijn ook nog weer verbindingen die niet in de standaard 28 PFAS analyse zitten. Nou, als je dan alle producten bij elkaar stopt, dat is hier weergegeven, dan krijg je dergelijke figuren. Nou, dat ziet er heel abstract uit, maar het komt er eigenlijk op neer dat relatief gezien aan de linkerkant van de figuur zit daar relatief weinig extraheerbaar organisch fluor in. Nou moet je hier wel rekening mee houden dat dit gaat over 500.000 microgram per kilogram. En die schaal die komt straks nog wel een aantal keer terug. En dan heb je een aantal producten die hier echt duidelijk uitspringen. En dat zijn toch vooral, en dat zie je door het hele onderzoek terug, dat het veel in vuil- en waterafstotende toepassing is. He, dus sprays voor schoenen, voor kleding, ook behandeling van voegen in de badkamer, van de ruiten en impregneren van de tegels. Die dingen die scoren heel vaak hoog op de extraheerbaar organisch fluor. En ook de fluorelastomeren, dat was voor mij een verrassing, die kwam heel hoog uit. Fluorelastomeren, dat zijn... dat is gefluoreerd rubber, dus dat is op zich bestand vaak tegen heel hoge temperaturen. Phyton is een voorbeeld daarvan, ze noemen het ook wel FKM. En die worden in hele specifieke toepassingen gebruikt, toch wel veel ook in de beregening, dus als rubbertje. Maar ook in auto's vind je die materialen. En bij de fluorelastomeren heb ik niet 100% in het snotje wat er nou aan de hand is, maar dat is een deels is het ook dat het materiaal zelf oplost. En een fluorelastomeer is net als een fluorpolymeer, is een heel lang molecuul, wat je in principe niet zou willen meten. Maar ik denk dat een deel meegekomen is in de meetanalyse. Maar het verklaart niet alles.
Let je een klein beetje op de tijd? Je hebt nog maar dat was wel bang. Dat kan je 5 minuten geven, maar dan wordt het ook lastig. Dus een klein beetje meer naar de hoofdlijn. Ja, heb je gelijk in. Nou goed, dan ga ik er even wat sneller doorheen, want ik vind het allemaal veel te interessant om het allemaal te delen. Nog 2 voorbeelden die een aantal keer naar voren zullen komen. Hè. Dat was die Windshield 2 die ik net al had uitgelegd. En een ander voorbeeld, dat is een schoonmaakmiddel, waarbij je in principe een lage EOF-concentratie hebt, maar die wel verder nog in de sheets naar voren zal komen. Kijk je nou naar de PFAS-target-analyse, dus welke stoffen zitten er in die we wel zo 1-op-1 kunnen meten, dan zie je gewoon dat de concentraties echt veel lager zijn dan die EOF. Daar zaten net op 500.000, hier zit op 1000. En dan zie je weer die vuil- en waterafstotende toepassingen, maar ook papier van vuurwerk. En wat opvalt vooral is die groene, dat zijn alle PFCA's, dus dat zijn PFOA en de kortere en de langere. De groene zijn de langere, en of de donkergroene en de lichtgroene zijn de kortere. Dus die zie je veel. En voor PFOA is er in de REACH-regelgeving ook een grens, 25 microgram per kilogram. Nou, die wordt in 5% van de producten overschreden. Als je hier nu weer even kijkt, dan hebben we hier de Windshield 2 en de cleaning agent weer terug. Hier zit dus wel wat PFAS in. En als je dan kijkt naar hoeveel van je targetanalyse, van je extraheerbaar organisch fluor kan verklaard worden door je targetanalyse, dan is dat voor de meeste monsters dus heel erg weinig. Dit is dat ene winch. Nee, dat. Oh nee, wacht even, sorry hoor. Dit was de polish. De windshield staat hier onderaan. Bij de meeste monsters is het minder dan 1%. Er zijn dus maar een paar waarbij je echt veel kunt verklaren. En bij dat grote verschil hebben we dus die topanalyse gedaan om te kijken of het nou PFAS zijn, precursors die af kunnen breken naar meetbare PFAS. En wat zie je dan? Dat bij zo'n windshield treatment bijvoorbeeld, dat je dus begint met een laag concentratie en dan na die top, dus het verschil wordt verklaard door de precursors, dat je dus een enorme stijging hebt. En dit geeft dus aan dat hier stoffen in zitten die af kunnen breken tot meetbare PFAS. Bij die cleaning agent is het juist andersom. Of in ieder geval is het niet aan te tonen. Hadden we voordat we begonnen, konden we een beetje PFAS vinden. En er zat wel meer EOF in, want dit is ook maar een paar procent. Maar na die oxidatiestap is eigenlijk niks meer te vinden. En dat dit verdwijnt, dat hoort natuurlijk niet zo, maar dat komt door verschillende detectiegrenzen. Dus bij deze kan je concluderen, oké, dus we hebben een groot verschil tussen de PFAS-target-analyse en de EOF. Ik kan het niet verklaren door precursors. En wat het dan precies wel is, dat is met deze analyse niet te achterhalen. Voor 12 van de 20 monsters is dat bevestigd, dat er precursors in zitten. En 8 niet. Dus we hebben een selectie van 20 hebben we geanalyseerd op die top. Dan hebben we ook gekeken naar stof- en recyclingprocessen, afval. En wat je daar juist in ziet, is dat je in stof zelf, dus eigenlijk deze eerste set, en die stof is eigenlijk gebruikt als een soort screeningparameter voor verschillende industrieën. Maar in stof over het algemeen, dus ook in je huishoudstof, die zit hier ergens onderaan, vind je toch een aantal 100 microgram per kilogram aan PFAS target, wat je al kan identificeren. En de concentraties zijn dus echt best wel hoog ten opzichte van in de producten. Dus het verzamelt zich ook in de stof. En in de papier hebben we juist in de recycling ook aanwijzingen voor PFAS gevonden. En bij de stofmonsters kan je dus ten opzichte van de algemene monsters, de productmonsters, kan je de EOF beter verklaren met de PFAS target. Nog steeds niet alles, maar wel beter dan bij de producten zelf. Dus dat lijkt erop dat daar al een soort afbraakproces heeft plaatsgevonden, waardoor je dus meer meetbare PFAS hebt. En dat is ook bevestigd dus door de topanalyse. En voor die zijn allemaal bevestigd degene die we daarvan getest hebben. Maar ook dat was een selectie. Dus samenvattend, wat zien we nu? In heel veel producten heb je een verhoogde EOF en of een PFAS target. En echt de hoogste concentraties zitten echt wel in de vuil- en de waterafstotende toepassingen. En dat zijn hele diverse toepassingen. Wat ik al zei, het kan voor voegen zijn. Het is ook voor tapijten, voor zonneschermen, zulke soort dingen. De PFAS-target verklaart dus meestal minder dan 1% van de EOF. En dat betekent eigenlijk dat je weer met je target-analyse, dus met je standaard meetreeks, toch het topje van de ijsberg meet. En dat in een groot deel daarvan
nog wel omzetting verwacht kan worden naar meetbare PFAS. Nou, je ziet dus ook die verschuiving in het type PFAS. In de producten heb je meer slecht meetbare PFAS, terwijl juist in de stof en de recycling en de afval heb je de beter meetbare PFAS. En je ziet ook een verschuiving, hè, van eerder waren het veel langketenige PFAS, terwijl je nu in de producten toch vaak wel de kortketenige PFAS vindt. En in stof, ja, stof is echt wel een issue. Er zit een hoge concentratie PFAS in stof. Maakt niet zo heel veel uit waar je het meet. Bij sommige productieprocessen nog veel hoger, wat wel een aanwijzing is voor de aanwezigheid van PFAS. En daar zie je ook een hele verscheidenheid in. En wat ook nog wel interessant is, is dat wordt altijd gezegd van ja, PFAS die worden echt gebruikt voor dure toepassingen, want het is duur materiaal. Nou, we hebben ook heel wat producten van een paar euro getest, waar we ook PFAS in aangetroffen hebben. Nou, is er nog één laatste sheet van mij. Er is een soort inschatting gemaakt en dit is echt een hele grove inschatting, omdat we natuurlijk maar een paar monsters per industrie hadden. En dat hebben we gecombineerd met CBS-data, dus hoeveel wordt er gebruikt in verschillende industrieën, ook dat is echt heel grof weg. We hebben een grove inschatting gemaakt in waar vind je nou het meeste. Dat is toch echt in de water- en de vuilafstotende producten. Maar ook in de papierrecycling, en dat is juist omdat de concentraties die zijn relatief laag ten opzichte van de andere producten, maar de volumina zijn heel erg groot. En voor zover wij weten wordt in de papierindustrie in Nederland geen PFAS opzettelijk toegepast. Alleen we verwachten dat het voor het grootste deel in papierrecycling een probleem is. En dan heb je nog een aantal waar de bijdrage van PFAS wel aanwezig is, maar toch al wat lager. Rioolslip sowieso is ook al wel bekend. De schoonmaakmiddelen is een inschatting en dat is namelijk nog niet bekend of dit nou daadwerkelijk PFAS zijn of niet. En dan heb je nog de fluorelastomeerproducten en ook de bestrijdingsmiddelen. En wat beperkter zijn de fluorpolymeerproducten. Dus dat is eigenlijk ook de materialen die wij getest hebben, zoals de PTFE. Want daarbij zie je toch wel dat de hoeveelheid die je er vanaf kan extraheren, eruit kan trekken, dat relatief laag is. Vuurwerk speelt ook nog mee. Dat komt vanuit het papier van vuurwerk. Het hele rapport is gepubliceerd en die is te vinden volgens die link. Als je zoekt op Tweede Kamer en PFAS in producten, dan kom je hem ook tegen. Ja, dankjewel Tessa. Dat was hem denk ik, hè? Ja. Ja, ik breek hem even af. We zitten precies door de hele tijd, inclusief vragen zijn wij. Dat had ik eigenlijk al wel verwacht. Even snel jouw link te delen vanuit de stuk. Ik zag dat onze firewall daar iets geks mee deed. Dus je moet de link uit de presentatie van Tess hebben, niet de link die ik in de chat heb gezet. Ik heb eigenlijk maar één vraag gezien in de chat. Die kun je ook zelf lezen, denk ik. Al, ik erop nu net een vraag bij trouwens. De ene is vooral denk ik een politieke vraag, André. Dus ik ga even terug naar de vraag van Suzanne. Zit daar PFAS in kunststofproducten? In de kunststofindustrie wordt er ook PFAS gebruikt, bijvoorbeeld als antistatisch middel. Voor de kunststofindustrie was het heel moeilijk om te bedenken van ja, welke producten zouden we dan moeten meten. Dus wat we daar hebben gedaan is dat we op stof hebben gescreend. En volgens mij zat er in de kunststof was er wel enige aanwijzing voor de aanwezigheid van PFAS. Maar dat zou je dan nog verder na moeten zoeken. Hier bijvoorbeeld die dust plastic, zeg maar. Dus we hebben een aantal kunststofindustrieën gecheckt. Ja, dus wel aanwijzingen, maar nog niet heel concreet. Oké. Ik zie geen verdere vragen, behalve dan de naam van... even kijken. Nou, je krijgt de complimenten van René Breker. Goed collega, chemie, ja. Ik zit even te kijken naar die vraag van André nog. Waarom maken we ons druk over PFAS in grond en grondwater? Ik denk dat het aan de orde komt. Een van de belangrijkste redenen is natuurlijk dat wij als mensen een verzamelvat zijn van PFAS en dat wij het accumuleren. Dus daarom maken we ons er druk over. Ik wil eigenlijk ook door naar de volgende presentatie van Martijn. Je bent al gestopt met delen, zie ik, Tessa. Ja. Dus eigenlijk wil ik het woord geven aan Martijn van Houten. Die gaat ons verder brengen naar PFAS in het oppervlaktewater.
En waarom maken ze daar druk over? Ik denk dat daar Martijn ook wel antwoord op zal geven. Dus Martijn, de floor is yours. Ja, helemaal goed. Dankjewel, Hans. Ik start ook even mijn presentatie op. Zo. Nou kan ik niet helemaal meer zien wat jullie zien, maar ik neem aan dat het de openingsslide is. Welkom allemaal. Zullen we Martijn? Ja, is het goed? Oké. Okay. Welkom allemaal. Martijn van Houten, werkzaam bij Witteveen en Bos. En inderdaad vanuit het expertisecentrum PFAS al een aantal jaren bezig met allerlei vragen rondom de aanwezigheid van PFAS in bodem- en watersystemen. Het verhaal wat ik vanmiddag zal vertellen hebben wij uitgewerkt in opdracht van de VWIN afgelopen februari maart. Daar hebben wij uitgezocht wat de EFSA advieswaarde betekent voor Nederland en eigenlijk de winning van drinkwater uit oppervlaktewater. En in mijn verhaal zal ik ook stilstaan dus bij wat nou die EFSA advieswaarde precies is. De achtergrond en de totstandkoming van die advieswaarde. Wat betekent dat voor Nederland? Wat zit er dan al in het Nederlandse oppervlaktewater? En hoe zou je daar richting drinkwater dan wel of niet mee om kunnen gaan? Ja, die EFSA-norm of de advieswaarde is het eigenlijk van de EFSA. Hoe is die eigenlijk tot stand gekomen? Nou, de EFSA heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een model waarin het verloop van bijvoorbeeld PFOA in bloed is weergegeven. Dus op basis van diverse epidemiologische onderzoeken heeft men gekeken van ja, hoe zit die concentraties PFAS'en of een aantal PFAS'en in ons bloed. En wat ze daar hebben gezien is hier bijvoorbeeld in het grafiekje ook voor PFOA, is dat er toch wel een piek zit steeds bij de eerste levensjaren van de mens met wat hogere concentraties. Daar refereerde Hans net in de poll ook al aan. We zien dat er in toch concentraties PFAS in moedermelk meekomen en die juist zuigelingen tot zich nemen. En de EFSA heeft daar op basis van allerlei studies ook gezegd van ja, dat mag een bepaalde norm. Die 17,5 nanogram per milliliter in het bloed mag het niet overschreven worden. En die norm is gebaseerd op het effect op immuunreacties na vaccinatie. Nou, juist dat punt, nou, zeker in deze tijd van corona een bekend discussiepunt. Vaccinatie is belangrijk en als daar immuunreacties bij optreden als gevolg van bijvoorbeeld PFAS in bloed, dan is dat hoogst onwenselijk. Uit die onderzoeken van EFSA blijkt ook dat juist in die eerste maanden, in die levensmaanden natuurlijk, als baby's borstvoeding krijgen, dan is die concentratie het hoogst. Daarna neemt dat af, maar desalniettemin ook wat Hans toen straks in de poll al aangaf, onze concentraties in bloed zijn natuurlijk al fors. En wel degelijk nodig om daar om dat te gaan terugdringen. Het EFSA-advies is er dan ook op gericht om die piek onder de kritieke waarde te krijgen of te blijven. Dus vandaar dat die advieswaarde is afgegeven. En waar bestaat die dan uit? Dat is ik moet even hierop klikken. Een TWI-advieswaarde van 4,4 nanogram per kilogram lichaamsgewicht per week. En die TWI, dat is even belangrijk, het is hier dus niet een TDI, maar het is een tolerable weekly intake, de toelaatbare wekelijkse inname. Die waarde die heeft het EFSA in september 2020 gepubliceerd. En vervolgens zijn daar ook in Nederland nog studies naar verricht en heeft het RIVM dat advies overgenomen om verdere wetenschappelijke onderbouwing van normen
te bekijken. Dus vanuit die TWI weer te kijken naar wat betekent dat dan voor de normstelling in Nederland. Want ook onze normen in Nederland zijn gebaseerd op een bepaalde toelaatbare wekelijkse of dagelijkse inname. Dat advies, de advieswaarde, die geldt voor de vier meest voorkomende PFAS-stoffen, zoals het EFSA heeft gezegd. Na het betoog van Tessa betwijfel ik of dat de vier meest voorkomende waren. Maar goed, desalniettemin gaat het EFSA-advies over deze vier stoffen. De EFSA heeft een uitspraak gedaan over die 4,4 nanogram per kilogram lichaamsgewicht per week. Het gaat over PFOA, PFOS, PFNA en PFHXS. En bijvoorbeeld andere PFAS-verbindingen zijn niet in die 4,4 opgenomen. Ook Gen X bijvoorbeeld is daar niet in meegenomen. Het betreft dus deze vier stoffen waar het over gaat. En als we dat dan naar de Nederlandse praktijk zouden vertalen, wat betekent dat dan? We hebben vanuit die TWI-advieswaarde van 4,4 hebben we gekeken van wat voor advieswaarde voor drinkwater zou daar dan uitkomen. En je kunt dat ook voor allerlei andere gebruiken doorrekenen. Maar dan moet je wel een aantal criteria hanteren die we binnen Nederland met elkaar daarover hebben afgesproken. Bijvoorbeeld het uitgangspunt dat 20% van de totale PFAS-inname volgt uit de consumptie van drinkwater. Dat is met elkaar zo bepaald. En als je daar andere percentages gaat hanteren, dan verandert vanzelfsprekend ook de advieswaarde voor het betreffende aspect wat je bekijkt. Als je er verder van uitgaat dat we bij dit soort berekeningen altijd uitgaan van personen van 70 kilogram en dat die allemaal 2 liter water per dag consumeren, dan kun je dat omrekenen en in dit geval die TWI kun je dan omrekenen naar een advieswaarde voor in dit geval ook drinkwater. Toevalligerwijs komt dat dan ook uit op 4,4 nanogram per liter. Maar zoals ik net al zei, als je zegt van die 20% inname door consumptie drinkwater, die gaan we anders, dat is meer of minder. Vanzelfsprekend komt er dan ook een andere advieswaarde uit voor drinkwater. Maar als we het dus in Nederland hebben over de 4,4 nanogram per liter, dan is dit de wijze waarop die 4,4 tot stand is gekomen. Even kijken. Dan moet ik daar hebben. Wat hebben we vervolgens gedaan? Is toch eens gekeken naar de datasets van metingen die we in Nederland hebben. Want hoe verhoudt zich die concentratie van die vier van de EFSA nou in ons oppervlaktewater? Hoe is die al aanwezig of niet? En wat zien we verder in het verloop van de concentratie in oppervlaktewater als we stroomafwaarts richting de Noordzee gaan? Op basis van data van Riva Rijn en VWIN, dus meetdata over een langere periode. En ik heb hier de periode van 2018 en 2019 genomen, maar de dataset is wat dat betreft iets uitgebreider. Zien we wel een bepaald patroon. En bijvoorbeeld dat de lijn bij Lobit, die zit over het algemeen de laatste jaar, anderhalf jaar, halverwege 2018 en 2019 sowieso, is de concentratie wel afgenomen. Maar zien we ook dat die wel boven de 4,4 nanogram per liter al zit. Dus we kunnen stellen dat er toch een bepaalde concentratie bij Lobit al Nederland binnenkomt, die boven de norm is. Of boven die advieswaarde zit. Wat we ook in deze grafiek terugzien, is dat we stroomafwaarts richting Nieuwersluis, Nieuwegein en Andijk zien dat de concentraties van die vier wat hoger worden. Dus we zien dat het
de aanreiking, zal ik maar zeggen, de verrijking van het oppervlaktewater met die vier van PFAS, van EFSA, stroomafwaarts plaatsvindt in Nederland. En daarmee de concentraties ook toenemen. We hebben in deze studie gekeken naar de Rijn, maar we hebben ook gekeken naar hoe het dan zit in de Maas, op basis van data van Riva Maas en ook VWIN. En eigenlijk zien we daar hetzelfde beeld. In de Maas zien we ook dat bij het beginpunt in Nederland, bij IJsde, al een bepaalde concentratie binnenkomt, die iets boven de norm zit. En stroomafwaarts zien we ook dat daar steeds wat bij komt, als het ware, en de concentraties wat toenemen. Wat betekent dat dan? Nou, wat ik al aangaf is dat we zien dat er met een bepaalde instroom vanuit het buitenland, daar hebben we als Nederland gewoon mee van doen. En die instroom die zit boven de norm. Dat is al best lastig dan om met een bepaalde advieswaarde aan de slag te moeten gaan. Want dat zou betekenen dat je toch ook naar Europees verband naar een bepaalde vermindering moet gaan streven om uiteindelijk in Nederland aan een bepaalde doelstelling te voldoen. Dus dat is een belangrijk gegeven voor onze oppervlaktewaterkwaliteit. Maar we zien duidelijk ook dat stroomafwaarts in Nederland dus een soort van aanreiking plaatsvindt. En die aanreiking, daar hebben we ook voor de VWIN nog verder onderzoek naar gedaan. Waar komt die dan uit? En nou, hier zit natuurlijk een deel de verbinding met het verhaal wat Tessa net al aangaf. Uit die consumentenproducten, waar ook allemaal PFAS'jes in zitten, zal uiteindelijk toch via de blootstelling of via de routes ook een deel van in het oppervlaktewater terechtkomen. En dat gaat via onze afvalwaterzuiveringen, via onze rioleringsstelsels en dergelijke. Maar natuurlijk hebben we ook gewoon een aantal hotspots in Nederland. Vliegvelden, brandweeroeverlocaties en dergelijke, die ook al eerder genoemd zijn in andere studies. En we hebben geprobeerd te kijken, en die data is beperkter, dus daar wordt het wat lastiger. Dus de getallen in deze tabel hecht daar niet hele, hele grote waarde aan, laat ik het zo zeggen even. Doe daar een slag om de arm. Maar we hebben gekeken naar wat zijn nou de gemiddelde concentraties van dat soort activiteiten aan PFAS-lozingen in oppervlaktewater. En we hebben dat ook geprobeerd te vertalen naar het volume. Een RWZI kan een relatief laag concentratie, gemiddelde concentratie lozen. Maar het volume is aanzienlijk wat door een RWZI gaat. Dus vandaar dat je, als je dat de vuilvracht omrekent naar volumes, dat je op andere getallen gaat komen. Dan zien we toch dat we richting stortplaatsen, verwerkers van bouw, sloop en bedrijfsafval en dergelijke, een aanzienlijke bron is voor PFAS in oppervlaktewater. Hetzelfde geldt voor de RWZI's en de AWZI's. En wat Tessa ook al aangaf, de papierverwerkende industrie, daar, die kwam ook hieruit tevoorschijn, zei het dat we daar nog echt beperkte data van hebben, dus nog niet heel goed kunnen kwantificeren wat precies de vuilvracht van dat soort activiteiten is. Maar in de studie hebben we ook gekeken naar of dit dan het enige is wat als bron kan worden gezien. En dat is niet helemaal het geval. Want we hebben ook te maken met PFAS verontreinigd sediment op de waterbodem. Die natuurlijk ook zorgt voor een bepaalde uitwisseling van PFAS met het water. Dus daar zal, als je het kijkt naar de herkomst, ook een bepaalde percentage van in het oppervlaktewater terechtkomen en rekening mee gehouden kunnen worden. En een andere bronvorm is nog steeds toch de atmosferische depositie, waar we voor deze stof in Nederland ook mee van doen hebben natuurlijk.
In deze studie hebben we niet gekeken naar de secundaire bronnen, de precursors. Dus het effect van precursors en die dan vanuit die vorm weer kunnen bijdragen aan PFOS en PFOA. Heb ik nog 3 minuten, Hans? Oh, 5 hopelijk. Dat hebben we hier even buiten beschouwing gelaten. Ik ga even wat tempo maken ook, want het gaat ook weer veel te veel en veel te graag. Ja, je hebt nog veel sheets, dus ik denk ik waarschuw je even. Ja, dat is heel goed, heel goed. Ik ga, als we die concentraties nou eens bekijken en ook vertalen naar wat meet je dan vanaf de grens van Nederland en hoeveel is dan die aanreiking precies? Want op concentratieniveau en getalniveau lijkt dat heel veel, of lijkt er aanzienlijk wat bij te komen, maar zet dat eens in het totaal perspectief, zou je zeggen. Dat hebben we in deze tabel of in deze grafiek proberen weer te geven. En de bandbreedtes rondom ieder punt geeft al aan dat de dataset wat beperkt is geweest. En we hebben best wel wat data, metdata in Nederland hierover beschikbaar. Maar als je echt meer gefundeerde en onderbouwde, echt goede uitspraken wil doen, dan zullen we daar echt nog verder naar moeten kijken. Evenwel is wel duidelijk dat er een toename van PFAS-concentratie in het oppervlaktewater plaatsvindt, stroomafwaarts. En als opmerking hierbij wel heb ik ook aangegeven dat ik het meetstation Andijk, dus voor de Rijn, hebben we Andijk niet meegenomen, omdat je daar een grote verdunning vanuit het IJsselmeer ziet. Ja, hoe moeten we hier dan mee omgaan? Was ook de vraag van, wat gaan we daar dan aan doen? Bijvoorbeeld ook, is het erg? Hè? Dat kwam ik net ook al in de vraag van André, verstappen zag ik nog. Is dat erg dan? In principe willen we de mens als reactorvat toch niet voor dit soort dingen gebruiken. Dus het preventie, het voorkomen is beter dan, geldt ook hierbij. Drinkwater blijft een belangrijke directe route naar de mens. En een groot deel van ons drinkwater wordt wel gewonnen uit oppervlaktewater. Met name uit oppervlaktewater van de Rijn, de Maas en het IJsselmeer. Dus en beleidsmatig, vanuit die optiek is het ook gewoon wenselijk dat drinkwater niet vergaand gezuiverd moet worden. Dus we willen eigenlijk niet dat drinkwater door hele grote zuiveringsinstallaties moet en heel vergaand gezuiverd moet worden om dit soort chemische stoffen eruit te halen. Maar we hebben er wat dieper in die EFSA-studie gekeken en gekeken naar waar de PFAS dan precies, ook via welke routes dan PFAS in ons bloed gaat komen. En dan zien we dat we niet alleen dat vanuit drinkwater krijgen, maar ook vanuit onze consumptie van vlees en vis. En dat zit dan in dit grafiekje. Wat we zien aan de blootstelling van mensen voor PFAS, dan zie je in het EFSA-advies met name terugkomen dat we een groot deel van onze PFAS in ons bloed voortkomt uit de consumptie van vlees en slachtafval. Klinkt raar, maar helaas. Via allerlei consumpties, waarschijnlijk frikandellen en kroketten, denk ik dan of zo, maar ik weet het niet. Maar wel via slachtafval en via vis. En vis was al langer bekend natuurlijk. Vindt wel de blootstelling van PFAS naar de mens plaats. Dus het bioaccumulatie in de voedselketen is een belangrijk punt op dit vlak. En we zien het ook in kleine hoeveelheden, gewoon via melk. Een klein beetje via fruit en groenten. En ook een heel klein deel gewoon via alcohol en drinkwater bijvoorbeeld. Wat zijn nou de genomen maatregelen om deze blootstelling tegen te gaan? Want daar zien we ook wel een bepaalde trend in.
We weten allemaal dat, tenminste dat neem ik aan, dat de PFOS sinds 2011 verboden is. Martijn, ik moet je nog iets opjagen, het spijt me. Komt, ik ga gas geven. Ik zit er bijna op zelfs, dus... Dus PFOS is uit het systeem gehaald. Voor PFOA geldt sinds vorig jaar ook een soort gelijkelijk verbod. En Nederland zet zich actief in om eigenlijk het gebruik van PFAS nog verder in Europa terug te dringen. En de belangrijke vraag hierbij was, hebben deze maatregelen dan ook al effect gehad? En ja, daar kan ik jullie wel gelukkig iets over vertellen. Wij zien wel degelijk al een dalende trend. Dus als we de concentraties over de langere dataset bij elkaar oprapen, dan zien we een afnemende trend in die PFOS, PFOA, PFNA en PFAX concentraties. Er zitten wat onzekerheden in de dataset, maar er vindt wel degelijk al een verbetering plaats, zou je kunnen zeggen. En in dat licht bezien is het natuurlijk ook wel belangrijk om te realiseren of deze verbetering dan ook leidt tot een betere gezondheid, of dat die minder toxisch is. Nou, en voor die vraag heeft het RIVM de RPF's afgeleid. Dus we zien dat de mix van PFAS-verbindingen verschillende toxiciteiten kunnen hebben. De relative potency factors ten opzichte van PFOA. Men heeft gekeken welke hoe verhouden verschillende PFAS-stoffen zich ten opzichte van de PFOA-stof. En dat is belangrijk om te kunnen bepalen dat je bijvoorbeeld een concentratie wel op waarde kan schatten van de ene stof ten opzichte van de andere. Nou, daar is ook door het RIVM een rapport over gepubliceerd. Ik meen in maart van dit jaar, dus dat is terug te vinden. En als we die PFOA-equivalenten gaan toepassen op de concentraties en de dataset, dan zien we ook daar wel degelijk dat er in tijd de mix iets lijkt af te nemen, minder toxisch wordt. Maar we zien ook hier dat de advieswaarde van de 4,4 nog niet bereikt is. Dus wel degelijk zou je kunnen zeggen werk te doen. Anderzijds, voor drinkwaterwinning is er nog, stel dat je dat water voor drinkwaterwinning wil gebruiken, dan betekent het gewoon dat je maatregelen zou moeten treffen. Hetgeen eigenlijk niet in Nederland heel erg wenselijk is. Dus wil je dat voorkomen, het zuiveren van ons drinkwater, wil je dat voorkomen, dan zullen we toch een aantal andere oplossingen bij de hand moeten pakken. Uitfaseren staat bovenaan, daar wordt hard aan gewerkt op Europees niveau. Maar we zullen ook toch moeten kijken naar andere hotspots aanpakken. En als hotspots aanpakken niet mogelijk is, dus de bron aanpak niet mogelijk is, kijk dan in ieder geval naar de verspreidingsroutes. Bijvoorbeeld PFAS-verwijdering van RWZT's en AWZT's. En het onderzoeken van die bijdrage vanuit de waterbodem is ook een aanbeveling die we hebben gedaan om dat wat meer in beeld te brengen en te zien wat daarmee gebeurt. Dat was mijn verhaal. Net binnen de tijd. 1 minuut erover, Hans. Ja, maar de vragentijd heb je ook opgebruikt, Martijn. Dus die heb ik je gegund. Dus er is minder tijd voor de vragen aan het einde. Ik zie 2 vragen die misschien relevant zijn. Een vraag van Tristan Bergsma. Waardoor komt de piek in de afgelopen jaren door droogte? Daar kan ik zelf iets over zeggen. Dat komt vooral ook omdat in de tussenliggende jaren de PFOS-data misschien een beetje afwijken. Dus het lijkt meer dat er een dip zit dan dat er in werkelijkheid ook zit. Dus in 2012 en 2015, daar kloppen de PFOS-data, dat is die paarse balk inderdaad, die klopt niet helemaal. Ja. Dan de vraag die ik door wil spelen, Martijn. Zijn er voorspellingen gemaakt van de ontwikkeling in de concentratie voor de toekomst? Je hebt nu naar het verleden gekeken, hoe zit het in de toekomst? Daar hebben we ook iets over geroepen, dacht ik. Ja, dat altijd wat gevaarlijk is om voorspellingen te doen. We zien wel degelijk dus een afname.
hoofdzakelijk veroorzaakt door PFOS en PFOA. Daar kwamen ook wel, dat was natuurlijk doordat er ook een verbod en een dreigend verbod aankwam. En we zien anderzijds dus ook wel toename van vervangende stoffen van PFOS en PFOA. Als ik ook het verhaal van Tessa beluister, dan is mijn verwachting niet dat we heel snel een afname hebben. Zeker niet tot onder de norm, de advieswaarde. Die 4,4 is echt heel laag. Ja, zeker. Ik zie nog een nagekomen vraag. Als de bron niet aan te pakken is, waarom dan niet accepteren dat PFAS in het milieu komt? Ja, dat is een beetje een algemene vraag. Wil je verder iets op wilt zeggen, Martijn? Ja, kijk, we hebben het al geaccepteerd, want het zit er natuurlijk al. We zien alleen wat de effecten zijn. En ik denk dat we daar ons best moeten doen om dat tegen te gaan of te verminderen in ieder geval. En dat redden we niet in 5 jaar, hè. Laten we dat ook vooropstellen. Dat is een 10, 20, 30, 40 jaren plan. Ja, ik denk dat we eens goed moeten realiseren dat de concentraties van PFOS nu al veel en veel lager zijn dan in de tijd dat wij... In ieder geval, ik zelf jong was. Ja, die zijn, is al ernstig gedaald. Dat zie je ook al in de data terug. Hè. Dus zijn we 2009 en daarvoor, tot 2000, waren die concentraties ook veel en veel hoger. Ja, klopt. Dat moeten ze ook goed realiseren. Dus het is wel degelijk goed dat we proberen om tegen te gaan. Ja. Martijn, bedankt. Interessante bijdrage. Ja. Ik wil eigenlijk doorgaan. Er komt nog wel een vraag binnen, maar ik wil toch doorgaan naar de bijdrage van Arjen Wintersen. Als jij wilt stoppen met delen, Martijn, als Arjen klikt, dan komt het misschien allemaal goed. Ja, dankjewel. Ik zal even op zoek gaan naar mijn presentatie. Ik zal je de tijd gunnen die je hebt, Arjen. We lopen iets uit de tijd, maar het komt goed. Nou, volgens mij gaan we het redden. Even kijken. Wel even bij de eerste beginnen. Als het goed is, ziet iedereen nu mijn presentatie in beeld. Mijn naam Arjen Wintersen. Ik houd me bij het RIVM bezig met stoffen in het bodem- en grondwatersysteem. En in deze presentatie wil ik graag ingaan op het recente onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in grondwater. Ja, de praktische kant van dit onderzoek is al in 2020 uitgevoerd. En binnenkort verschijnt dan ook het bijbehorende rapport. En omdat dat wat langer op zich heeft laten wachten in verband met onder andere de lockdown eerder dit jaar, is dit eigenlijk wel een mooie gelegenheid om vooruitlopend op die publicatie van de resultaten alvast een eerste indruk van de uitkomsten van het onderzoek te geven. Ja, over de aanleiding van voor het onderzoek. Zoals velen van jullie zullen weten is er al enige tijd geleden een landsdekkend onderzoek gedaan naar de concentraties PFAS in de bovengrond. Nou, daar was toen ook haast bij geboden, omdat de achtergrondwaarden in bodem onderdeel vormen van de normering voor hergebruik van grond en bagger. Nou, voor grondwater bestaat een dergelijke directe relatie met normering niet. Maar met het oog op het toch relatief mobiele karakter van een deel van PFAS bestond er de behoefte om beter te weten hoe het nu staat met de verspreiding van deze groep stoffen in het grondwater. Ja, en ook een reden voor de belangstelling voor PFAS in grondwater zijn de aangepaste richtwaarden voor PFAS in drinkwater. Hè. Daar is net al het nodig over gezegd. De EFSA, de Europese Voedselveiligheidsautoriteit, heeft een nieuwe GGW, een gezondheidskundige grenswaarde, of die TWI die Martijn daarnet heeft geduid, vastgesteld. Op basis daarvan zijn nieuwe richtwaarden voor drinkwater gepubliceerd. Dat is afgelopen vrijdag gebeurd. Ja, en die waarden die zijn toch weer een stuk lager dan hun voorgangers. En simpel gezegd betekent dat de aanwezigheid van PFAS, net zoals in het verhaal van Martijn over oppervlaktewater daarnet, in grondwater potentieel al eerder leidt tot overschrijdingen in drinkwater. Ja, en dan het derde en het vierde punt op deze pagina. Het komt ook terug in de figuur ernaast. Een vraag die steeds weer terugkomt. Wat zijn de consequenties van bovengronds handelen op de grondwaterkwaliteit? En dan gaat het met name om hergebruik van grond en bagger met licht verhoogde concentraties PFAS. Nou, om maar meteen de verwachtingen een beetje te temperen. Een eenmalig onderzoek als dit blijft natuurlijk altijd een momentopname. Dus het zal ons nooit alles vertellen over de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit in de tijd. Maar aan de andere kant weten we natuurlijk wel het een en ander over hoe lang deze stoffen al geproduceerd en gebruikt worden.
En kan het beeld nu een indicatie geven van waar het ook naartoe gaat met de grondwaterkwaliteit. Ja, en ik denk dat de figuur, als ik het zo zie, verder slecht af te lezen is. Dat is misschien ook niet zo erg, want anders blijf ik daar ook te lang bij stilstaan. Maar de figuur wil verder aangeven, hè, dus dat het een dynamisch systeem is. Grondwater stroomt, zeker in vergelijking met... praatje van de nette oppervlaktewater, stroomt grondwater stukken minder snel. Maar toch is het zeker een dynamisch systeem. En als je dus eenmalige meting gaat doen, dan neem je eigenlijk een snapshot van die toestand op dat moment van het grondwater. En die is het gevolg van historische belasting uit depositie. Bijvoorbeeld als het gaat om een stof als PFOA. Hè, daar weten we van, dat is grotendeels het resultaat van atmosferische depositie. Maar die is ook op een gegeven moment weer gestopt. Hè. Dat heeft Martijn ook daarnet al vermeld. Het mag inmiddels zo goed als niet meer geëmitteerd worden en ook zo goed als niet meer gebruikt worden. Dus dat betekent dat je ziet dat er sprake is van een migratie van die stoffen nu nog in het bodemwatersysteem. Waarbij mogelijk ook zeg maar, het bovenste stukje grond alweer wat schoner wordt. Maar die stoffen zijn niet weg natuurlijk. Dat is de ellende van PFAS. Ze breken niet af. Dus ze bevinden zich nu ergens en ze zijn onderweg naar een andere plek. Ja, het is toch wel op termijn de kunst dat we daar betere grip op krijgen. In dat verband misschien ook even heel kort reclame maken voor de sessie hierna. Waarin een heel mooi onderzoek van TNO over dit onderwerp wordt gepresenteerd. Kijken we verder naar de migratie van PFOA door het bodemgrondwatersysteem. Ja, voordat ik echt inga op ons eigen onderzoek, nog even kort wat over al eerder uitgevoerde onderzoeken naar PFAS in grondwater. Want wij zijn bij lange na niet de eerste die op zoek gaan naar PFAS in het Nederlands grondwater. Met name de provincies en de drinkwaterbedrijven meten PFAS al een langere tijd. Van het beeld dat daaruit ontstaat hebben we vorig jaar een notitie opgesteld. Daarin bijvoorbeeld ook een verwijzing naar de onderzoeken door het expertisecentrum PFAS van enkele jaren geleden. En wat verder ook erg informatief is, zijn de rapportages van KWR met beelden uit de provinciale meetnetten. Ja, en als we daarnaar kijken, dan zien we dat er al enige tijd wordt gemeten op PFAS. Maar dat nog niet helemaal heeft geleid tot een consistent landelijk beeld van de diffuse grondwaterkwaliteit. Ja, en dat heeft er onder andere mee te maken dat er verschillen zijn in de monitoringstrategie. En ook zaken zoals een relatief hoge rapportagegrenzen vormden eerder nog een probleem om dat beeld goed scherp te krijgen. Overigens begrijp ik dat vanaf 2021 er sprake is van een meer gecoördineerde aanpak van de metingen door de provincies. Dus daarmee ontstaat in de toekomst, als het goed is, ook een consistenter beeld uit de meetnetten. Ga ik door naar de volgende slide. Het is even zoeken. Kijk of het... dit is nog een laatste slide over wat we dan hebben opgehaald uit die bestaande onderzoeken. Heel kort. Hè. We zien dat vooral PFOS, PFOA boven de rapportagegrenzen eerder al werden aangetroffen. En het kaartje rechts toont de resultaten voor PFOA van de provinciale meetronde uit 2015. En ja, ik hoop dat het een beetje te zien is. Ik ben bang van niet. Dan moet u het van me aannemen, maar we zien een heleboel grijze punten op die kaart. En grijze punten betekenen op deze kaart dat een stof niet boven rapportagegrens is aangetroffen. Nou, als we dan bedenken dat PFOA toch relatief wat meer mobiele PFAS-verbinding is, dan geeft dat wel aan dat de rapportagegrenzen in deze meetronde gewoon nog wat aan de hoge kant waren. Want we zullen zo meteen zien dat we inmiddels toch een wat ander beeld ophalen. Ja, dan voor wat betreft dat nieuwe onderzoek. Dat bestond uit twee delen en dat moet ik even goed uitleggen, want de termen werken soms wat verwarrend. Enerzijds hebben we het phreatisch grondwater, gemeten op 100 locaties waar eerder ook de hoogste concentraties PFAS zijn aangetroffen in het achtergrondwaardeonderzoek in bodem. En phreatisch wil zeggen direct onder de grondwaterspiegel waar de bodem volledig waterverzadigd is. En daarnaast zijn er nog eens 100 putfilters uit ons eigen landelijk meetnet grondwaterkwaliteit bemonsterd. Waarbij is gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen jonger en ouder grondwater en zoet en zout of brak grondwater. En het grondwater uit het LMG delen we in als ondiep en middeldiep. En daar zit misschien dat verwarrende aspect een beetje in. Met ondiep grondwater bedoelen we toch iets dieper grondwater doorgaans dan het phreatisch grondwater. Maar in sommige gevallen, waar het grondwater ook wat dieper gelegen is, de grondwaterspiegel moet ik eigenlijk zeggen, daar komt het wel dicht bij elkaar in de buurt. Maar grosso modo moet je denken bij die
putfilters uit het LMG, ondiep, middeldiep grondwater aan dieptes tussen de 10 à 15 meter minus maaiveld. Ja, verder over het onderzoek. De stratificatie heb ik net al, dat is die indeling in klassen, het type grondwater, jong, oud, zout, zoet, dat soort zaken. Maar ook bodemtype kun je daarbij aan denken, heb ik al het een en ander over gezegd. Misschien alleen nog even goed om bij stil te staan dat voor wat betreft die phreatische metingen, heb ik net aangegeven, die zijn gericht op plekken waar we eerder in het bodemonderzoek hoge concentraties PFAS aantroffen. Dus per definitie is dat geen representatieve gewogen afspiegeling van bijvoorbeeld bodemtype of type landgebruik met name verdeeld over Nederland. Dat zit anders voor de metingen in het ondiep en middeldiepe grondwater uit het LMG. Daar hebben we wel gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling van die type zout-zoet en ouder en jonger grondwater. Nou, daarnaast hebben we, om uit te sluiten dat we last kregen van zaken zoals contaminatie en adsorptie, dat is toch voor PFAS wel relevant, hebben we een vooronderzoek gedaan, materiaalonderzoek, waarbij onder andere is gekeken naar de slangen en pompen die gebruikt zouden gaan worden voor het onderzoek, om te kijken of we daar geen last kregen van bijvoorbeeld teflon onderdelen die dan PFAS zouden afgeven of juist zouden adsorberen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een bemonsteringsprotocol en op basis daarvan is de bemonstering uitgevoerd voor de phreatische locaties door Sweco. De LMG-monsters zijn gewoon in de reguliere ronde door onszelf genomen. Sweco heeft vervolgens ook ervoor gezorgd dat alle monsters zijn opgestuurd naar Synlab in Zweden en daar heeft een analyse plaatsgevonden op de inmiddels bekende pak een B3032 PFAS uit het standaard analysepakket. Ja, dan komen we bij de resultaten. Op hoofdlijn het volgende. We zien dankzij de lagere rapportagegrenzen op veel meer plaatsen PFAS in het grondwater. Met name in het phreatische en in het jonge grondwater. Kijken we naar de putfilters in ouder grondwater, dan nemen zowel de concentraties als de aantallen PFAS die worden aangetoond boven de rapportagegrens af. Het algemene beeld is dat met name de PFAS met 8 koolstofatomen of minder aanwezig zijn in het grondwater. De alkylzuren zijn mobieler dan de sulfonzuren. En de meest mobiele verbindingen uit het pakket worden ook vaak al teruggevonden in het oudere grondwater. Ja, tot zover sluit het beeld eigenlijk goed aan bij wat we inmiddels weten over het stofgedrag van specifieke PFAS. En ik noem het analysepakket er nog een keer bewust bij, want dat is denk ik toch wel belangrijk om aan te geven dat we rekening moeten houden met de mogelijkheid dat zich ook nog andere PFAS in het grondwater bevinden. Er is net ook al het nodige over gezegd door mijn voorgangers. En voor die PFAS gelden die overzichtelijke wetmatigheden, die relatie met ketenlengte, tussen ketenlengte en mobiliteit, die gelden helaas vaak niet. Het gaat dan vaak om gedeeltelijk gefluoreerde verbindingen bijvoorbeeld, met ook bijvoorbeeld etergroepen daarin. Ja, en in zo'n geval vormt die ketenlengte dus geen goede voorspeller meer van de mobiliteit. Als voorbeeld heb ik hier, we hebben ook in de presentatie van Tess al het een en ander voorbij zien komen, maar ik heb hier ook nog eens twee moderne vervangers van blusschuim weergegeven. Nou, dat soort verbindingen hebben we met deze exercitie nog niet in beeld. Ik denk dat het goed is om dat even vast te stellen. Ja, dan gaan we echt kijken even naar de getalsmatige, de resultaten. Ik ben bang dat ik toch weer een plaatje, ook die linker twee plaatjes in mijn presentatie heb gestopt, die lastig leesbaar zijn. Dus ik stel voor dat we vooral ons richten op die twee rechterplaatjes. Daarin zijn de concentraties PFAS simpelweg opgeteld om eens te zien of we een verschil zagen voor de verschillende bodemtypen of bodemgebruiken. Oh ja, en vergeet erbij te zeggen dat we hier eerst kijken naar de resultaten uit de phreatische bemonstering. Nou, dus nogmaals, we kijken naar of we een verschil zien voor die bodemtypen en bodemgebruiken. Nou, eigenlijk valt dat erg mee. De concentraties zitten allemaal redelijk dicht bij elkaar. Die lage groene balk voor natuur in het rechterplaatje moeten we even vergeten, want het aantal locaties is daar gewoon te klein om iets over te kunnen zeggen. Tenslotte is het ook belangrijk om hier nog te vermelden dat de opgetelde concentraties geen indicatie vormen van het risico van PFAS. En dan verwijs ik ook weer even naar de presentatie van Martijn. Die heeft al wat gezegd over die relative potency factors. Wil je echt meer een indicatie hebben van de risico van het mengsel van aangetroffen PFAS, dan zul je ook iets met die relatieve toxiciteit moeten doen. En dat valt buiten het bestek van dit onderzoek.
Ja, dan, hè, als je meting hebt gedaan in den landen en dan kun je daar ook altijd kaarten van maken. Ik moet er wel bij zeggen dat het eigenlijk niet de bedoeling is geweest van dit onderzoek. Zeker als het gaat dus om die phreatische metingen, die dus geen representatieve afspiegeling vormen van de type grondwater of bodems die we in Nederland kunnen tegenkomen. Maar aan de andere kant, het is toch altijd wel informatief, hè? Bijvoorbeeld omdat mensen ook wel eens willen weten van, nou, zit het bij mij in Friesland bijvoorbeeld? Is het daar nog helemaal schoon of hebben we daar ook PFAS? Nou, we kunnen iedereen geruststellen in dat opzicht. Wat dat betreft is het een heel eerlijk verhaal. Eigenlijk is het een redelijk gelijkmatig beeld. Ook in Friesland en Limburg hebben we te maken met PFAS in het grondwater. Dus hier komt geen uitgesproken beeld uit naar voren. Minder ook nog dan bijvoorbeeld voor het bodemonderzoek, waarbij we wel duidelijkere relaties zagen tussen de concentratie PFOA in de buurt van Gemoer, Zuid-Holland en de rest van Nederland. Dus die afstand met Gemoer was daar duidelijker zichtbaar. Ja, dan ga ik door naar de metingen in het LMG, dus het wat dieper gelegen en wat oudere grondwater. Laten we hier ook vooral weer kijken naar die twee rechterfiguren met de opgetelde concentraties PFAS. Dan zien we hier wel een duidelijk verschil tussen de strata of de categorieën grondwater. Concentraties PFAS zijn doorgaans lager in oud grondwater en in brak of zout grondwater. Nou, dat laatste is nogal enigszins verrassend, omdat we weten dat bijvoorbeeld in duingebieden concentraties PFAS in de bovengrond doorgaans hoger zijn. En dat uit zich in dit onderzoek dus niet in hogere concentraties in brak of in zout grondwater. Ja, en dat vormt dan meteen een mooi bruggetje naar de kaarten met de resultaten van het onderzoek uit de, of tenminste de bemonsteringsronde uit het LMG. Want die geven misschien wel een clue waarom we in dit onderzoek niet die hogere concentraties PFAS aan de kust terugzien in de metingen in wat zouter grondwater of in brak grondwater. Ja, hopelijk is het te zien. Maar de putfilters met zoutgrondwater zijn op deze kaarten voor PFOS en PFOA aangeduid met een dik gedrukt symbool. En ja, als het al te zien is, dan, en anders moet u het van mij aannemen, zien we daaraan dat de filters, dat er maar een heel beperkt aantal van deze filters echt in de directe kuststrook ligt. En daar zien we juist vaak die hogere concentraties PFAS in bodem. En dat zien we ook weer terug in een aantal lokale onderzoeken naar de grondwaterkwaliteit. Dat die concentraties PFAS in het phreatisch grondwater vooral hoger zijn in die directe kustregio. Dus dan moet je echt denken aan strand en duinen. Ja, verder is op deze kaart ook te zien dat PFOS en PFOA met de lagere rapportagegrenzen uit dit onderzoek niet zijn aangetoond in veel filters. En dat is toch eigenlijk wel een klein beetje goed nieuws. Nou, dat geldt in mindere mate voor, zoals ook al eerder gezegd, voor de wat meer mobiele PFAS uit ons analysepakket. En dan kijken we naar de C4-verbindingen PFBS en PFBA. En op deze kaarten is te zien dat deze stoffen al vaker worden aangetroffen in die filters van het LMG. En er zitten ook filters bij die wij typeren als liggend in oud grondwater. Ja, dan eentje waar u misschien nog op wacht ook al van. Ik heb aangegeven dat we metingen in phreatisch grondwater hebben uitgevoerd op plaatsen waar eerder in het kader van het landsdekkend beeld PFAS in bodem ook metingen zijn gedaan. En dat daar op die plekken ook de relatief hogere concentraties PFAS zijn aangetroffen. Het gaat dan nog steeds om diffuse concentraties, maar wel de relatief hoge concentraties. Nou, dan is het natuurlijk interessant om te bekijken of er een relatie is te leggen tussen die twee datasets. Nou, daar kan ik kort over zijn. Hier kijken we bijvoorbeeld naar de data voor SOM PFOA. En voor de grap is er nog een regressielijn ingetekend, maar dit is natuurlijk een grabbelton. In dit onderzoek zien we de relatie dus niet, maar in andere onderzoeken, met name met verhoogde concentraties als gevolg van lokale verontreinigingen, is er wel een relatie te zien. Bovendien, wat niet ter discussie staat, is dat vrijwel alle PFAS in grondwater van boven komen. Ja, waarom zien we hier dan geen relatie? Daar hebben we meerdere mogelijke verklaringen voor, maar ik denk dat het belangrijkste wel is dat we kijken naar data uit verschillende onderzoeken, dus verschillende momenten. De plek zal ook niet helemaal exact hetzelfde zijn geweest. In de conclusies, dat is mijn laatste slide ook, die volgt nu, kom ik daar ook nog heel even op terug. Ja, want de belangrijkste conclusies, dat is toch wel dat PFAS vrijwel overal worden aangetoond in phreatisch grondwater. In de putten van het LMG met ondiep en middeldiep grondwater worden vooral de meer mobiele PFAS aangetroffen.
En op basis van deze dataset is het nu ook mogelijk om achtergrondwaarden af te leiden in principe. Bijvoorbeeld zoals we dat ook doen voor bodem op basis van een percentielwaarde uit de verdeling van waarnemingen. En ten aanzien van die relatie, waar we net naar keken in de voorgaande slide tussen de metingen in grond en die in phreatisch grondwater. Een reden om dit onderzoek te doen is de vraag of het mogelijk is om op basis van gehalte in grondwater iets te kunnen zeggen over gehalte of vracht bovengrond. Als gevolg van bijvoorbeeld toepassingen van PFAS-houdend materiaal. Nou, is dit één onderzoek, maar het beeld dat hiermee ontstaat, en dat was eerlijk gezegd ook wel de verwachting, is dat dat voor het concentratiebereik om het in een diffuse domein, om het zo maar even te zeggen, erg lastig is om die relatie te vinden. Tussen die relatief kleine concentratieverschillen in de bovengrond en wat je ziet in het phreatisch grondwater. Ja, en dat vormt een mooie overgang dan tenslotte naar de aanbeveling om beter rekening te houden met het mobiele karakter van PFAS. Want ook wanneer het gaat om diffuse verontreinigingen is dat aan de orde. En die mobiliteit die wordt wel relatief belangrijker bij toenemende concentratieverschillen, grotere toepassingen en of de aanwezigheid van kwetsbare objecten. En dan denken we met name weer aan drinkwateronttrekkingen. Ja, daarmee kom ik aan het eind van deze presentatie. Ik denk dat er zelfs nog wat tijd is voor één of twee vragen. Ja, dank je Arjen. Interessant betoog. Er zijn inderdaad, denk ik, 2, 3 vragen waar je aandacht aan zou kunnen geven. Ik weet niet of je ze zelf kunt zien of dat ik ze voor moet lezen. Nou, ik heb ze niet gevolgd, Hans. Dus als jij de selectie wil doen, graag. Ja hoor, ik zal ze even opnoemen. De eerste is eigenlijk van, je hebt de vraag over de kustregio. Waarom liggen daar de concentraties hoger in de bodem? Heb je daar een idee? Ja. Vraag van Tristan Bergsma. Ja, daar hebben we zelf geen onderzoek naar gedaan. Maar dat is wel iets dat je toch steeds ziet terugkomen. Hè? Met name decentrale overheden zien dat terug in hun eigen metingen. Ik weet dat bijvoorbeeld in Noord-Holland is daar ook in verschillende onderzoeken wat meer al op ingezoomd, op dat verschijnsel. Nou, Martijn die verklapt het eigenlijk al. Bedankt Martijn. Nee hoor. Dat wilde ik net gaan zeggen. Hè. De theorie is dat het te maken heeft met seaspray, het zogenaamde seaspray effect, waarbij dus aerosolen uit de zee, Nee hoor, geeft niks Martijn. Dat die aerosolen met relatief hoge concentraties PFAS weer vanuit de zee eigenlijk op land neerkomen. Ja, we hebben daar zelf ook wel eens ons over gebogen, hè, wat er nou in de literatuur over te vinden is. En er zijn hele mooie studies naar gedaan. En wat je dan ziet is dat eigenlijk dat verschijnsel, dat seaspray verschijnsel zoals het in de literatuur beschreven wordt, gaat echt over zogenaamde microaerosolen, heette dat geloof ik. Dat zijn echt hele kleine druppeltjes. Die ook over grote afstanden, dus dan heb je het echt over mondiale transporten, worden verplaatst. En daarmee heb je te maken dus met een soort mondiaal atmosferische depositie van PFAS vanuit de zee. Dat is geen verklaring voor die hogere concentratie in de kustregio. En ja, mijn persoonlijke vermoeden, maar dat is echt niet meer dan dat, is dat we daar toch kijken naar wat meer macro-aerosolen. Zeg maar, dus het soort aerosolen waar je last van krijgt als je op een winderige dag aan de kust staat. Het punt blijft dat druppeltjes water hebben een heel hoog contactoppervlak. En PFAS zijn oppervlakteactieve stoffen, surfactanten. Dus bekend is dat in die druppeltjes hele hoge concentraties PFAS voor kunnen komen. Dus naarmate je meer te maken hebt met dit soort sprays, hoe ze er ook precies uitzien, loop je kans op hoge concentraties en ook aanreiking langs die route. Maar ik zie ook een aantal andere interessante hypotheses voorbij komen. Zonnebrand zou ook zomaar kunnen. Dus de jury is er nog niet over uit. Zeeschuim zou ook nog kunnen. Ja, het is een hele grove vorm van aerosolen. Ja. Ja, wat we zelf ooit dachten. Van, kijk, zonnebrand is misschien iets minder waarschijnlijk, omdat je die hoge PFAS-concentratie ook ziet op plekken waar toch echt niet gezonnebaat wordt, volgens mij de kuststrook. Dus dat met zeeschuim, als je bedenkt dat bijvoorbeeld de Rijn heeft hele hoge concentraties PFAS gehad, komt natuurlijk uit in de Noordzee. Als je dan nog wat opwaaiing krijgt met golf en zeeschuim, dat zou ook een mogelijkheid kunnen. Ja, ik kijk even. Er stond nog een vraag bij. Ik zoek hem even terug, want ondertussen gaat het hard. PFAS totaal ligt rond de 30 nanogram per liter in het phreatisch grondwater. Klopt daar, Jan, denk ik, of niet? Ik neem het meteen aan. Ik kan wel even terug naar de slide. Even kijken, dit is die voor phreatisch. Nou, weet ik niet, ik kan zelf geloof ik inzoomen, maar ik weet niet of jullie dat dan ook zien.
ik kan prima zien dat het boven de 30 ligt, de mediaan. Ja. Die orde grootte, dat klopt, ja. En dat is nog niet omgerekend naar PEQ's, hè, naar PFOA-equivalenten. Nee, dit zijn geen PFOA-equivalenten. En ja, misschien nou we het er toch over hebben wat wel aardig is nog, of aardig. Dat zal ook in de praktijk moeten blijken of dat steeds weer opgaat, ook als we meer PFAS hierbij betrekken. Maar als je dus kijkt naar welke stoffen we het meest in grondwater aantreffen, hè, dat zijn die kortketenige PFAS. Als je kijkt weer naar de relatieve toxiciteit van juist die PFAS, dan ziet dat er nog relatief gunstig uit. Hè? Want het zijn doorgaans de PFAS waarvan de toxiciteit weer wat minder hoog is. Dus nou ja, dat is dan nog weer een klein beetje geluk bij een ongeluk, zou ik bijna zeggen. Ja, maar ik zie wel de vraag van Harry Boerma bijvoorbeeld. Van liggen de concentraties dan boven de nieuwe drinkwaterrichtwaarde, moet ik dat noemen, denk ik. Hè? Ja. Ja, dat zul je dus echt per situatie moeten bekijken. Waarbij je echt ons advies is om altijd daar die RPF-benadering bij te gebruiken. En het aardige daarvan is ook dat je kan dat doen voor die 4 PFAS van EFSA. Maar we meten natuurlijk al meer. Hè? Dat is verschillende keren vandaag al aangestipt. En je kan het ook doen voor alle overige PFAS waar een RPF-factor voor is afgeleid. En mogelijk worden er in de toekomst ook nog voor andere PFAS die RPF-factoren afgeleid. Dus dat blijft een hele aantrekkelijke methode om zeg maar iets te zeggen over die mengseltoxiciteit. Maar je zult dat wel moeten doen voordat je kan zeggen of die 30 bijvoorbeeld, of je daarmee inderdaad boven of onder die 4,4 nanogram per liter PFOA-equivalenten uitkomt. Ja, maar ik zie bijvoorbeeld in jouw figuurtje, dat ik kan hem wel lezen toevallig, dat PFOA lineair al op 6 zit ongeveer. De mediaan. Dan weet je daarmee automatisch dat je in zo'n geval zit je boven. Maar ik denk dat het ook goed is om te bedenken. Hè? We hebben natuurlijk vandaag presentaties gehad over oppervlaktewater. We kijken hier naar grondwater, ook voor een deel phreatisch grondwater. Laten we er wel een beetje voor oppassen dat we dit niet allemaal automatisch uitleggen als drinkwater is tot deze waarde, boven deze waarde verontreinigd. Uiteindelijk wat er in drinkwater terechtkomt is het resultaat van hoe een onttrekking is ingericht. Zeker als we kijken naar dus dat diepere grondwater. Dan vormt ook het ruw grondwater, of het ruw onttrekkingswater eigenlijk maar een eerste indicatie van hoe dat kraanwater uiteindelijk, zeg maar welke concentratie in het kraanwater gaat aantreffen. En daar zijn die drinkwaternormen in de eerste plaats ook voor bedoeld, om dat kraanwater zelf te toetsen en niet om per se overal het grondwater aan die waarde te toetsen. Ja. Ik kijk nu even verder in de vragen. We zitten inderdaad nog, we hebben nog een minuutje, zie ik. Nog een laatste vraagje. Er wordt nu iets gezegd over PFAS-stoffen in stookolie van zeeschepen. Daar durf je daar iets over te zeggen. Misschien dat Tessa, misschien over jullie, Hans, weet jij dat? Hebben jullie daar in productenonderzoek naar gekeken? Nee, we hebben geen stookolie. Tessa tevoorschijn komen. Nee, maar goed, ja, weet je, dat stookolie is natuurlijk een lastige. Er zijn voldoende verhalen dat daar allerlei troep in wordt gestopt. Dus daar durf ik niks over te zeggen. Ja. Ik kreeg helaas al een berichtje dat wij moeten afronden. Ik wil bij deze alle toehoorders bedanken voor de aanwezigheid. We zijn continu rond de 78 deelnemers gebleven. En ook alle sprekers van harte bedankt voor een toch zeer boeiende bijdrage. Ik zag ook in de chat al wat dankwoordjes voorbij komen. Dus dan wil ik eigenlijk toch de sessie mee afsluiten. En dan ga ik ook de opname stoppen. Als er vragen zijn, dan kan iedereen de betreffende presentatoren benaderen, denk ik, de